toeschouwers in dit stadion. Wel, maximaal kunnen hier 77.000 mensen naar binnen. We hebben inmiddels dus alle verhalen gehoord over al die mensen die hier over het algemeen in het oranje gekleed binnen zijn gekomen. Er zijn veel klachten van de mensen die buiten zullen moeten blijven. Die hebben het over een witte boordenbeleid van de KNVB. Wel, kaarten geven aan allerlei mensen die tot sponsors behoren. Die klagen dan over het gebrek aan begrip voor die grote aanhang die je graag naartoe wilde en eigenlijk in het luchtledige zat met betrekking tot hoe en wat. München, het is een oude stad, nu de opstelling. Dasaev, gewoon in het doel, even geblesseerd geraakt, maar hij is erbij. Piatulin, de vrije verdediger in de wedstrijd tot dusver. Demjanenko, achterspeler. En dan zijn we eigenlijk een beetje door de mensen achterin heen. Rad is links op het middenveld. Aleidikov is een middenvelder. Dan, en de namen zijn bekend, Hans van Breukelen. Het zelfvertrouwen kan niet meer kapot bij hem, zo lijkt het, in deze dag. Adrie van Tipperen had het lastig in de eerste wedstrijd. Ronald Koeman. Hoeveel belangstelling hebben de Italiaanse clubs eigenlijk toch voor hem? Zeker na dit toernooi, zoals Juventus en Sampdoria. Ferry van Aert. Nogmaals een goedemiddag, dames en heren. Finale in München gearriveerd. Zeker is genoemd naar de secretaris-generaal die in de 50er jaren, de secretaris-generaal van UEFA, die in de 50er jaren dit toernooi heeft voorgesteld. En zoals bekend, de eerste keer werd er omgespeeld in 1960 met twee landgenoten, Wieke en Arel. Er zijn er veel mensen in het oranje. Potro is inmiddels 42 jaar oud. De start. Binnendoor. Vitovchenko. Doeltrap. Vanenburg staat dus in de weg. Hij verdwijnt nu. Om de baan van het spot van Ronald Koeman. Grote aantal. Van Breukelen. Bella nog met Van Tichelen. Hoekschop. Achterin gebeurt het. Ja, hij komt terug. Ja, fraai gekapt en goed gepakt. Litovchenko. Potro zegt, 9 meter is bij mij anders. Nu kan het. Gullit. Daar sta je. Schitterende vrije trap. Van Basten niet buitenspel. Gullit, doe het! 1-0! Prachtig! Toch weer uit die hoekschoppen. In de lucht. Waar ze te pakken zijn. Eerste uitvoering van de hoekschop. Levert niks op. Bal komt terug. Achterin. Van Basten. Koeltjes. Gullit. Uitzoeken zo lijkt het. Raak 1-0. Hier kwam erop het ging, maar toch is het hier ruimte. Michalitschenko schitterend en Belenov gooit hem over. Maar wat zijn dat een knappe beweging toch van die Michalitschenko. Onder druk. Met mannen in zijn rug. Gullit met Tasaev. Mis. Rijkaard. Hoekschop. Ja, als het ook een beetje hoger dan manshoogte is, dan zitten ze in de knoei hoor. Van Basten, op rechts van Aarle. Dat besluit hij nu pas. Nederland blijft met 1-0 in de finale om het Europees kampioenschap voor het land te proeven. Door het doelpunt van deze Gullit.
Graag tot straks. Achtung naar de wichtige doorstaking. Tweede helft. Michalitschenko. Gegeven bij dat muurtje daarnet. Litovchenko schiet naar. Haar. Ik hoor hier eentje achterin voor Breukelen. Hè? Muren. Van Basten. Goed. Oh, de goal. Wat een goal. Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. Jongen, jongen, wat een doelpunt. Onvoorstelbaar ingeknald. Want waar zit hij helemaal? Lopig die oranje kleur geeft. Gullits en Van Basten. Even een foutje. A-paal, weer paal. Weer die paal van Breukelen. Bellen op, man. Daar stop. Oh, 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 oh. Ja, de hevige verwijten gaan er in de richting van Breukelen. En Van Breukelen schijnt te zeggen van ik heb jou in één keer nog gebeld of zo. Ja, wij pakt hem weer. Ja, hij kende hem dus inderdaad. Oh, oh. Erwin Koeman ligt daar ineens. Maar naast. Ja, nu ligt hij. Ja, het was zo mooi geweest. Schot van Wouters. Horten. Ja, natuurlijk, Wouters. Ja, het was te mooi om waar te zijn. Hij kwam te moeilijk, hij kwam te ver weg. Maar dit is schitterend voetbal. Nee, niet meer die kalmte is aanwezig. Ronald Koeman, leg hem eens lekker. Wouters, ja die krijgt hem maar niet lekker. En daar sta je. Nou, ook nog weer weggeschoten door Demjanenko. Hoeveel meter gaan naar een wereldkampioenschap in Argentinië. De bal is bij. De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal. In dit toernooi in West-Duitsland. En het is Gullit die Michels zoekt. En die hem vol waardering wil optillen. En hij heeft hem te pakken. Hij heeft hem op de schouders. Is er meer denkbaar aan waardering dan wat hier door deze spelers gebeurt? En Jacques Georges. En de voetballers weer. Hier ten dele. De beste voetbalploeg van Europa op dit moment. Het Nederlands elftal. Ja, dit is een goed stel hoor.